What's up kijkers van Den Haden, welkom terug bij Red Dead Redemption. En misschien denken jullie van, je hebt de game toch al uitgespeeld, dat klopt. Maar er is dus nog één sidequest die beschikbaar komt nadat je de game hebt uitgespeeld, nadat je de ending credits hebt gezien. Dan ga je dus verder als Jack Marston in plaats van John Marston. We zijn dus de zoon van John. En dan komt er dus een sidequest beschikbaar. Die staat hier op de kaart en die sidequest heet Remember My Family. En dat wordt dus officieel, het is een sidequest, maar het wordt gewoon gezien als de laatste part die de campaign afsluit. En daarna moeten we dus alleen nog maar vooruit gaan denken naar Red Dead Redemption 2. Maar om dit verhaal goed af te sluiten moet je deze sidequest hebben opgenomen. En dat gaan we dus ook nu doen. Of er nog Red Dead Redemption komt in de toekomst, daar ga ik niks over zeggen. Dat zien jullie vanzelf wel. En laten we maar gewoon beginnen. You need help? Hello, sir. You work with the government? You one of them agents? Sure, son. Why you ask? Did you work with a man named Edgar Ross? I have something for him. Edgar Ross? No, but well knew of him. A fine man if you want the results. Won himself a chest full of medals. I think he went and retired about a year ago. Last I heard, him and his wife moved out to a cabin on Lake Don Julio. Lucky guy, getting to take it easy. He's fighting crime in this dump, that's for sure. Well, thank you for the information, mister. Oké, cool, we moeten ze vinden. Wat ook tof is om toe te voegen aan deze video, is dat ik de sidequest dus nog nooit heb gespeeld in mijn vorige playthrough. Dat wist ik helemaal niet dat die überhaupt beschikbaar was. Na mezelf te hebben ingelezen met wat meer informatie weet ik het dus wel. En, oh kijk, hier is het. Ja, hier moeten we heen. En het is ook vlakbij een meer. Lake Don Julio of zo. Het ziet er wel cool uit, want ik ben hier nog niet veel geweest, heb ik het idee. Ik wist niet eens dat hier een meer was. Misschien was ik er aangereden kom hoor. Maar nu komt het niet echt in me omhoog. Dus we gaan er gewoon zo snel mogelijk heen. En we zullen zien wat we daar aantreffen. Ondertussen zal natuurlijk het weer ook wel gaan veranderen. Omdat als je daarheen rijdt, dan ben je best wel lang bezig. Dan zal het weer veranderen. Dan zal het waarschijnlijk stoppen met regen. Dan zal het langzaam ochtend worden. Maar ik heb dezelfde sidequest nog nooit gespeeld en voor mij is het dus ook nooit echt afgerond. Maar goed, dat is dus zo lang geleden dat ik het heb gespeeld, dat weet ik niet eens meer. Maar goed, laten we erheen gaan en onderweg zullen we wel zien hoe het weer verandert en al dat soort dingen. Maar dat meer waar het bij is, geen idee eigenlijk. Misschien als ik het zie dat ik het herken, maar vanaf de map herken ik het niet. Dus dat is ook wel apart. Ik ben op zoveel plekken geweest, maar dat herken ik niet. En daarnaast dus ook hoorde ik die man zeggen dat hij daarheen is getrokken en dat hij dus eigenlijk met pensioen is gegaan. En ik heb het idee dat Jack Marston toch de metten met hem gaat maken. Even afrekenen met hem. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat er gaat gebeuren. Nou, we trekken echt de natuur in met dit pad. Overal ook die beesten die rondvliegen, konijntjes die weghuppen. Als dit al in Red Dead Redemption 1 zit op de PS3, dan kan ik echt niet wachten op Red Dead Redemption 2. Wat zal daar allemaal in zitten? Hoe fucking veel diersoorten kunnen ze daar wel niet instoppen met wat de krachtige next-gen consoles aankunnen? Wat kunnen ze doen met seizoenen, met sneeuw, met stormen, met alles? Zonneschijn, lichtval. Hoe groot zal de wereld zijn? Waar gaat het verhaal verder? Gewoon wio, veel vragen. En nu is het bijvoorbeeld die grens met Amerika en Mexico. En welke locatie gaat het zich afspelen? Al dat soort dingen ben ik echt benieuwd naar. En wat ze bijvoorbeeld aan een nieuwe game kunnen toevoegen is dat je nu niet kan zien hoe ver je nog moet rijden. Nu moet je echt op start drukken om te zien hoe ver je nog moet rijden. Dus dat kaartje geeft al een lijntje aan, maar er staat niet bij hoeveel mijl je nog moet ofzo. En dat hebben ze bijvoorbeeld in de volgende Rockstar Games wel. Dus dat zal hier, er zal ook wel een oplossing voor komen. Dat het er gewoon allemaal nog net wat gelikter uitziet.
Ja. Kom maar hierheen, mevrouwtje. Thank you so much. I thought I was a goner for sure. I do what I can, ma'am. Ja, klein blowjobje dan. Stel, hij was gewoon zo'n arrogante zak. Is hij zijn vader achterna gegaan, alleen dan nog wat erger. Oké, waar leidt het signaal me nou weer heen? Ik moet hierheen, recht door de wildernis. Oh, kijk, hier is het. Het is gewoon nooit op mij doorgedrongen dat het een meer was. Volgens mij heb ik hier ooit een keer een paar bende gasten doodgeschoten, maar that's it, weet je. En waarschijnlijk heeft hij dat stukje grond gekocht en is er nu gaan wonen. Maar dat het een meer was, het is gewoon niet op me doorgedrongen. Ik dacht gewoon dat het een stuk van de rivier was of zo. That's it. Oké, cool. Nou, laten we naar hem toe gaan en kijken wat er gebeurt. Ze hebben het wel mooi opgeknapt. Ik ben echt benieuwd naar de cutscene, want dit heb ik dus gewoon nog nooit gezien. Ik weet echt niet wat er gaat gebeuren. Maar ik zal alweer weggestuurd worden door haven. Excuse me, ma'am. Hello, young man. Hi. What are you doing out here? Are you out visiting the lake with your family? No, ma'am. I was looking to deliver a letter to Edgar Ross. Oh, that husband of mine. That bureau just won't get its talons out of him, even though he's retired. Edgar gave them some of the best years of his life. They ought to let him retire in peace. They'll not rest till they've killed him with worry, and he's such a sensitive man. I'm sorry, I shouldn't get so angry. I don't suppose any of this is your fault. There's no need to worry about him nowadays. Well, where is he? He and his brother Philip went hunting on the south side of the San Luis River. Be careful crossing over. They were saying it was dangerous. I sure will, ma'am. And don't worry about a thing. I'm sure your husband will be just fine. Oké, ik word gewoon weer naar een andere locatie gestuurd. Kan ik haar huis ook binnen? Want anders... Ja hoor, ik kan gewoon naar binnen. Helaas is er geen kist, anders had ik het even leeg kunnen roven. Ik vind haar helemaal niet aardig namelijk. Ik zie hier wel nog een schuurtje. Ook geen kist. Dat is nou jammer. Nou, paard, laten we dan maar weggaan en laat haar lekker lijden hier in de eentje. Waar word ik heen gestuurd? Hier. Remember my family. Kijk. Afsnijroutetje. Hier is het in de buurt. Meteen een paars gebied. Nou, ben benieuwd jongens. Hey there, mister. How's the hunting? Well, pretty good, son. Got me a few rabbits. Coyote, elk. Still looking for some trophies for the parlor. I've got a letter here for Edgar Ross. You know him? I heard he was down in these parts from his wife. Of course I know him. He's my brother. Gone down river. Duck hunt. Must be a pretty important letter to have come all this way. Oh, yes, sir. Real important. I'll be on my way home as soon as I deliver this message. You best be off then. Just don't get on his bad side. He's got a filthy temper. Alright. I thought this letter was important. Thanks for the warning. Ik selecteer mijn pomp action shotgun wel eventjes. I'd go now if I was you. En welke kant moet ik op? Oké, die kant op.
Laat ik erheen rennen met mijn pump action shotgun ready. Oké, daar zijn we dan, in het paarse gebied. Hier moet hij ergens zijn. Oh, ook gewoon een rode markering, what the fuck? Daar staat hij. Excuse me, you Edgar Ross? Do I know you? Forgive me for startling you, sir. I have a message for you. My name is Jack Marston. You knew my father. I see. I remember your father. I've come for you, Ross. And you, boy, have sure shit found me. You killed my father. Your father killed himself with the life he lived. You killed him. I saw you. You keep saying that. You sent him to do your dirty work. Then you shot him like a dog. And I'll shoot you like one too, you little piece of trash. Now get out of here before I kill you as well. I ain't going nowhere, old man. Oh shit, daar gaan we. Een eindbattle versus die faggot. Je krijgt ook gewoon een aftiteling mee en het is echt gewoon het einde van de game. Ja, dat is echt fucking ziek. Dat is echt cool gedaan. Als dit betekent dat we hebben afgerekend met deze gozer die je vader heeft vermoord, dan ben ik benieuwd wat we gaan zien in de volgende game. Maar goed, ik hoop dat jullie het cool vonden. Laat sowieso dus even je like achter. Remember my family complete. Ook gewoon een gouden trofee. Deze heb ik dus nog nooit gehaald. Beetje stom dat ik het nooit heb afgerond. Maar goed, ik was toen echt waarschijnlijk... Even denken hoor. Het is echt 5 jaar terug denk ik. Gewoon jong was ik. Jezus. Nou, ik heb het dus nu afgerond. De puntjes op de i gezet. De gouden trofee gehaald. Het einde van Red Dead Redemption is hier. Dit was niet eens een bonuspart, het is gewoon echt een afsluiting. En of er nog Red Dead Redemption gaat komen in de toekomst, dat zien jullie snel genoeg. Ik ga jullie nogmaals eventjes vragen om die like. Nogmaals, laat je comment achter. Laat even weten of jullie al nieuws hebben over de volgende game. Of jullie weten of er überhaupt nieuws is over de nieuwe game. En of jullie misschien weten wat Rockstar gaat doen. Hoi meneer. Keep those hands where I can see you, mister. Dus nogmaals, thanks voor het kijken, voor het liken en tot ooit.